belangrijk, maar Ben heeft nog een boodschap voor de kijkers thuis. Ik heb nog een hele belangrijke boodschap, kijkers. Wat is het? Nou, ik zou het leuk vinden als meer kijkers ook naar de metaaldetectiefilmpjes kijken. Magneetvissen is natuurlijk ook hartstikke interessant om te zien. Uh-huh. Maar ik zie dat de metaaldetectie toch nog wel wat minder kijkers zijn. Dus ja, ook altijd leuk, ja, metaaldetectie. Zeker. Altijd wel oude vondsten, oude munten, knopen. Geschiedenis. Dus ja, als je nog eens een keer onzin op YouTube zit te kijken, ga dan naar Vink MD. Want dat is serieus. Juist, precies. Gewoon doen. En je bent helemaal... Oh, wacht. Ik zie een metaaldetector staan. Volgens mij gaan we metaaldetecten. Welkom mensen, leuk dat jullie kijken. Vandaag de herkansing. Vorige keer waren we 's avonds hier en toen was het echt noodweer geworden. Maar we zijn weer met Annemiek en mijn vaste maat Ben. Morgen! Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan gauw kijken. Yes, mijn eerste lekkere toon. Even kijken. Ja, ja. Een muntje. Even kijken. Oh, dat is nog een mooie. Halve Willemscent. Ja, een halve Willemscent. Yes. Oh, de kikken. Ja. Leuk. Halve Willemscent. Yes. Leuk, leuk, leuk. Hè? Zilver? Ja? Yes, Ben op zilver. Woehoe. Ja, ja. Lekker. 1878. Willem Drietje. Willem Drie. Kom op, Ben. Lekker hoor. Oh, kom maar eens kijken. Ja, lekker maat. Oh, die is mooi, jongen. 10 cent. Ja. Ah, mooi. Willem P3. Kleintje. Ja. Goed bezig, Ben. Ja, dankjewel. En jij had ook wat, Dirk? Ik had een Willem cent, een halve Willem cent. Leuk. Dus ook, wat is dat? Dat is een goed begin. Ja. Zeker. Ook al, ja. Uh-huh. Maar dat is goed teken ook, want iedereen heeft al wat oud. Ja. Ja. Dus dat is zo belovend. Leuk man. Netjes Ben. Lekker. Yes. Oké. Okay. Oh wauw, dit is een Hollandia-duit. Op mijn weg hier naartoe heb ik dus een Hollandia-duit gevonden. Ik had de camera even laten staan nadat Ben dat zilver had opgegraven. Maar kijk eens. Oh. Hollandia duit 1720. Yes. Leuk. En dan had ik hier nog. Even kijken. Dit is een Willempie. Moet ik nog even schoonmaken thuis. Zal ik even een fotootje erbij zetten. En even kijken. Een halve Willemscent. Die hadden we net al gezien. En een knoopje heb ik nog gevonden. Geinig. Oh, we zijn lekker bezig. Yes. Leuk veldje. Een leuk veldje. Wat heb je, Ben? Een zeehorloge. Wauw.
Die is nog wel mooi. Er staat hier een boerderij. Boerderij? Theo nog wat. Boerderij. Boerderij Theo. Dus Theo, als jij je zegel loopt mist van de boerderij, dan hebben wij hem hier zo. Oh, ik denk niet dat hij meer hoort. Laat mij eens even kijken. Nee, Theo die zal dan wel... Roederek. Roederek. Wow, ja, hij is wel kikken. Dat is mooi, hè? Ja. Mooi. Hartstikke boerderie. Zo, mooie, echt een mooie detail staan er nog op. Ik zie later eventjes een fotootje van jou, Ben. Ja, die gaat wel op. Dat jij hem opgekuist hebt, want deze is wel top. Die kost je 5 euro. Dat is een hele mooie. Mooi, hè? Ja. Is het wat? Weer een zegel loopt. Even kijken hoor. Ja. Een beetje blauw. Oh ja. Ja. Nou, het is er wel weer eentje. Leuk. Ja. Nog even zoeken. Priya. Nou, ik herken hem, omdat ik deze al eens heb gevonden. Echt? Ja, en weet je wat hierop staat? Nee. Au Printemps. En dat is een Frans warenhuis. En dat bestaat nog steeds. En dat is volgens mij al vanaf, uit mijn hoofd, vanaf 1600 of zo. Oh, gaaf. Ja, ergens 17e eeuws. Ja, ik herken hem, want ik heb hem zelf gevonden in, dat was eigenlijk vlakbij waar wij laatst waren. Bij Oud Poelgeest had ik hem gevonden. Ja. Wat zijn nou? Au Printemps. Oh ja, dat staat van Print. Ja. Ja, ik herken hem. Toch? Frans Warenhuis. Leuk. Nou, blauw duimpje omhoog voor Annemiek voor deze leuke zegellood. Ja. En abonneren. En abonneren natuurlijk. Ja. Dat is altijd leuk. Daar worden wij blij van. Ja. En dan kunnen jullie leuke video's blijven kijken. Elke week. Weer een nieuwe. Precies. Nou, deze klinkt aardig stabiel, dus we gaan even samen kijken. Hij ligt vlak aan de oppervlakte. Ja, nee, helaas. Het is een... Nou, het is wel wat geweest. Het is een deel van een lepel of vork. Ja. Een deel van een lepel of vork, bestek, noem het maar. Ja, kapot geslagen door de ploeg, denk ik. Nou ja, we gaan verder. Wat gebeurt hier nou? Twee lekkere tonen. Eentje hier. En wat is dit? Dit is... Oh, ja. Ik zie wel dat... Een mooi fragmentje van iets. Ja. Leuk. En wat zal dan het andere zijn? Nou hoop ik maar niet dat ik het kapot gestoken heb. Leg die even daar neer. Nee, dit is een gesmeden spijker. Ben, hè? Ja, dat gaan we even aanpakken, toch Dick? We hebben net weer even lekker gepauzeerd en gelukkig wordt het weer een beetje bewolkt. Want anders wordt het toch al gauw heet, hè? Ja. Annemiek die is lekker daar. We hoorden haar al een tijdje niet. Die zat de hele tijd daar in die hoek. Maar wat gebeurt er nou? Ze vindt gewoon weer een zilveren knoop. Dus vandaar dat het zo stil was, hè? Lekker. Mooi man.
Nou, we hebben alle drie zilver. Ik heb Wilhelmina, Ben heeft Willem 3 en Annemiek heeft een zilver knoopje. Yes! We gaan weer aan de wandel, want Ben heeft wat gevonden. En Ben heeft een mooie uniformsknoop met de leeuw erop. Dat is ook wel het beste. Ja, dat is er eentje. Kijk. Ja, de lion. Ja, ik ben de sterkste van Mela. Ja, jij bent de alfa man. Ja, de alfa man. Ja? Waar ben ik voor? Ja, je hebt goede ogen. Ik denk dat het een knoop is. Ja, dat is wel leuk. Een hoorn. Hey, ja, een hoorn. Leuk. Iets van de post of zo. Dat kan ja. Ja, ik dacht ook iets van een hoortje ja. Of zo. Ja. Leuk zeg. Ja. Die heb je wel op film gelegd, hè? Ja, volgens mij wel. Die is mooier, ja. Annemiek heeft een mooie knoop oh, ja, gevonden. Nu zie ik het. We gaan hem bij mij niet laten zien. Oh nee. Je kan hem bij Annemiek op haar kanaal zien, bij haar filmpje. Een hele leuke knoop. Zeker kijken. Verrassing. Ja, verrassing. Oh ja. Iemand die de wacht hield, die op de hoorn kon blazen. Ja. Zoiets, ja hoor. Ja. Weet je dat? Nou ja, ik ga ook je video kijken. Want ik, ja, ik ga ook jouw video kijken. Ja. Ja. Nou, hoeveel gaten zullen we geschept hebben vandaag? Met z'n allen bij elkaar. Nou, genoeg in ieder geval. Twee keer de helft. Genoeg voor een... ja. Twee keer de helft. Ja. Genoeg voor een goede eten zo. Ja. Nou ja, leuke muntjes, ja. Duitjes, twee keer zilver, Ben een keer zilver, ik zilver en jij een zilveren knoop. Twee keer zilver, hè, voor mij. Twee keer zilver zelfs. Ja, nog een Willempie, maar die, die brokkelt wel een beetje af, dus ja. Ik kom ook meer hierheen, want anders staan we in de kamer. En jij één keer zilver, ja. Toch? Ja, een knoopje. Ja. Maar wat voor een knoop, hè? Ja. Ik ben wel een beetje jaloers hoor. Dat, ja. Maar goed, geslaagd dagje was weer erg gezellig. Leuke vondsten. En wat kan ik nog de meer? De foto's nog? Komen eraan. De foto's komen er ook zeker bij. We gaan allemaal schoonmaken. En denk eraan, de prijzen die liggen al klaar. Die heb ik thuis liggen. Dus je zit al te wachten op één van jullie. Wie gaat ze winnen? Laat mij zo snel mogelijk naar de 1000 abonnees gaan. Dan gaan ze eruit. En ja, dan ben ik hartstikke blij. En dan worden ook twee andere mensen heel erg blij. Dus zeker abonneren, vertel het door. En dan zie ik jullie bij het volgende avontuur. Bedankt. Hoi. Juist, precies. Ja. Gewoon doen. En je bent helemaal vrij om te kijken wanneer je wil. Als je nou misschien lekker in bad ligt of in je bed aan het chillen bent. Of bepaal zelf maar wanneer je kijkt. Maar zeker kijken. En dat is het wel dan een beetje, hè? Het is het wel. Dat, dat was de belangrijkste boodschap. Dus ja. Ik zou zeggen, doen. Yes.